De tarieven voor het Nationaal Vervoersbedrijf NVB worden herzien. Transportminister Albert Ubitana zei gisteren voor de vergadering van de ministerraad dat er onderhandelingen gaande zijn over een voorstel van de NVB om de tarieven op te schroeven. Zeker een voor NVB en dan wil ik even onderwijs daarvan voor de samenleving goed gescheiden houden. Is dat met name wat betreft het openbaar vervoer dat daar zaken lopen omdat de dekking van de kosten minimaal zijn en dat NVB, dat de directie daar een voorstel doet voor wat betreft prijsverhoging, aanpassing van NVB bussen omdat ook de benzineprijs ettelijke malen omhoog is gegaan. Sinds de laatste aanpassing in 2021, dacht ik, van de kaarttarieven. Maar dat is natuurlijk ook voor de regering, met name de RVM, dat we dit soort zaken goed bespreken. We snappen een aantal zaken die nu lopen, dat we ook de samenleving goed moeten kunnen beschermen, zeker voor wat dat deel van transport betreft. De minister zegt ook dat de bushouders die enkele maanden in actie waren, hun achterstallige betalingen deels al hebben ontvangen. De subsidies die de overheid moet dragen zijn volgens de bewindsman niet mals, maar toch wordt naar het algemeen belang gekeken.